Zo, goedemorgen Les. Goedemorgen, zijn we weer. Leuk. Dit was just in time, hè? Nog even snel een restart. Ik had nog even een andere break nodig, moet je zeggen. Maar ja, veel meetings. Hartstikke leuk. Yes. Hey, vandaag, hoe is het met jou, Johan? Al goed, gaat goed. Ja? Ja, ik werk nu vanuit het tuinhuis. Leuk. En ik denk met deze temperaturen lekker buiten, dat is helemaal prima. Het scheelt dat we hier een wifi-puntje hebben. Ja, ik zie mooie spullen daar. Iets over, het zegt iets over je hobby's. Trouwens, over hobby's gesproken. Ik zag je gisteren presenteren op Testnet. Leuk. Waar ging het over? Ja. Test Environment Management. Oh. Ja, was een leuke presentatie. Het thema was van, joh, hè, we zijn al zo lang bezig in ons vakgebied. Quality Assurance. Van, hoe is ooit ontstaan? En de dingen die we nu doen, zijn die nou wel echt anders? En mijn strekking daar is, ja, Test Environment Management, het is eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken. Waarom? We zijn nog heel sterk aan het optimaliseren om een stabiele testomgeving te krijgen. Maar je kan bijvoorbeeld ook mocks en stubs, on-steroids, dat noemen ze vaak dan service virtualisatie, dat kunnen ze dan gebruiken om ook simulatoren in te zetten. Zodat je echt stabiel, nou, daarmee krijg je echt controle over je testomgevingen. Dus ja, nee, dat was een mooie presentatie, mooie setup ook. Echt de hele studio hadden ze geregeld, met camera's en alles. Dus dat is ook een nieuwe ervaring. Yes. Nou, ik ga het nog eens terugkijken. Ik wilde eigenlijk ook nog even kijken, maar goed, binnenkort. Nou, weet je wat, ik zal de link even opzoeken en die kan ik hier wel posten. Dat is misschien iets makkelijker. Andere mensen. Interessante topic, want bij ons in onze sessies komt dit onderwerp zeker ook nog te sprake. Dat is een van de key sessies natuurlijk ook waarom wij elkaar hebben gevonden uiteindelijk. Ja. Vanuit 360 Performance en Parasoft, waar we werkzaam voor zijn. En zeker een belangrijk punt. Ik zal nog een klein puntje ook adresseren, hopelijk binnen deze sessie. En laten we van start gaan. Ja, ik dacht, weet je wat, ik laat eerst even de twee vragen zien die we vandaag willen gaan beantwoorden. Dan weten we ook gelijk hoe we deze sessie insteken en wat we eruit kunnen gaan halen. Dus de eerste vraag die we zo willen gaan behandelen is, gelegenheidsteam, hoe zorg je ervoor dat dit concept werkt? En wat zijn dan de belangrijkste ingrediënten? Ja. De andere vraag waar we op ingaan is, als je dan dat team hebt, hoe zorg je ervoor dat ze eigenlijk fit blijven, fit for purpose? Dus wat wordt er van hun verwacht, maar ook hoe zorg je ervoor dat ze haar kennisniveau bereikt en behoudt? Was er een vraag allemaal, Jochem? Wat doe je maar aan? Ah ja, heel interessant. Ja. Laten we gewoon lekker bij het begin beginnen, want we hebben het vorige keer hebben het gehad over van oké, je gaat naar die organisatie, je voelt een beetje aan van hoe zit de organisatie erin, welke kennis en kunde hebben ze, de mensen. Ja. En uiteindelijk hebben jullie daar besloten vanuit gelegenheidsteams, ook gekeken naar andere organisaties, dat is wat goed past bij deze klant. Nou, we hebben de mensen die had je verzameld. En toen, hoe ging je ervoor zorgen dat die mensen dat belletje kregen van, joh, er moet wat gebeuren? Ja, weet je, het grappige is wel, van je zegt van, we doen inventarisatie van kennis en kunde. Veel bedrijven hebben dat nog niet, hè? Of het is niet up-to-date. Of mensen hebben onlangs een interessante cursus gevolgd. Dat gaat dus twee kanten op. Enerzijds maak je een inschatting of dan wel analyseer je van, welke skills hebben de mensen momenteel, hè? Waar komen ze vandaan? Wie zijn het? En überhaupt, je hebt niet altijd een keuze. Er zijn gewoon mensen in andere teams die graag misschien in een team zouden willen betrekken. Maar dat gaat nog helemaal niet. Dus je moet roeien met de riemen die je hebt. En dat is helemaal niet erg, want zo zal het altijd zijn. Maar je inventariseert van, deze mensen, die kunnen dit. En dat schrijf je op. Dan maak je gewoon een matrix van. Even heel simpel, hè. Maak gewoon een overzichtje van, welke skills heb je nodig? Maak een profiel. En wat kunnen de mensen? Nou, en dan ga je met zo'n testlead, want we hadden een testlead binnen het bedrijf waar ik werkzaam was, die dan eigenlijk zich zorgen maakte, dan wel met de mensen in gesprek ging, met ook de externe partijen, van dit is het bedrijf waar we naartoe bewegen. En we wachten ook wel een beetje dat de mensen daar ook in meegaan qua kennis en kunde. Sommige bedrijven doen dat heel erg zelf, intern zijn ook mensen die dan intern op cursus gaan. Ja, en externe moeten daar toch vaak zelf voor zorgen. Dus dat is wel eigenlijk een belangrijk aandachtspunt.
Zorg ervoor dat je binnen bedrijf 1 analyse maakt. Wat kunnen de mensen? En 2 gaat gesprekken aan de mensen om die kennis op te vijzelen daar waar nodig. Het hoeft niet standopeden, maar het zit er wel aan te komen. Dus zorg dat daar tijd voor wordt gemaakt. Extern in je eigen tijd of binnen de teams. En als een bedrijf dat aanbiedt, mooi meegenomen. Ga daar dan in mee. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld over service utilisatie, over performance testen. Kan je cursussen volgen. Over functioneel testen. Hoe test je nou een API met het platform wat ze hadden? Dus de specifieke tooling die ze hebben draaien, ga daar dus in mee. Verdiep je daarin. En onderzoek ook wat de mogelijkheden zijn. Want ook die vendor is, die softwareontwikkelaars van deze testtools of de tooling die we gebruiken gedurende de testtrajecten, ja, die zitten ook niet stil. Dus die komen steeds met nieuwe releases uit. Maak daar gebruik van. Nieuwe capabilities van die tooling. Je had het net over test environment. Parasoft die komt ook geregeld de nieuwe releases uit. Verdiep je daarin. Kijk wat de mogelijkheden zijn. En anticipeer dan op je... Op de way of work. Hè? Dus op een gegeven moment hadden wij eigenlijk ook zo'n gelegenheidsteam. Je hebt dus kennis gemaakt. Nou, wat zijn we toen gaan doen? Hoe zorgen we nou voor dat het concept werkt? Wat zijn de 3 belangrijkste ingrediënten? Nou, 1, zien ze bij elkaar te krijgen en te houden. Ik denk dat het een belangrijk ingrediënt is. Dus leer elkaar kennen. Ja, want die teams die zitten allemaal op verschillende plekken. Hè? Die zitten eigenlijk allemaal in hun eigen vaste team. Zijn ze aan het werk? Ja. Dus als je dan, je had het over performance testen, stel je moet daarmee aan de slag of er moet een test opgezet gaan worden. Was dat trouwens ook in een gelegenheidsteam gestopt? In beginsel niet, want we multidisciplinair. Ja. Yeah. En later, als je echt in de fasering komt van we willen non-functional requirements gaan valideren, wordt het dusdanig groot en zie je dat functionele mensen, omdat het niet binnen hetzelfde team eigenlijk werd dat geborgd. Het waren ook andere mensen, zeiden van nou, functioneel testen die is op een gegeven moment klaar, hè? Fasering, functioneel systeem testen, ketentesten is redelijk af. En dan draag je dat zo, dan doe je eigenlijk een warme handover naar performance testen. Qua scripting, wat heb je ervaren, zijn er openstaande bevindingen. Dus ging je eigenlijk met een apart performance-minded team aan de slag. Okay. Maar dat hoeft niet zo georganiseerd te zijn, want binnen veel organisaties zou je ook zien dat dat soort skills gewoon binnen 1 team wel beschikbaar zijn. Laten we dan het service virtualisatie team als voorbeeld gebruiken, want dat is echt een gelegenheidsteam. Er is een behoefte aan een simulatie of een systeem is niet beschikbaar, blijkt. Wie gingen ze bellen of hoe wist je dan wie je moest gaan bellen? Om daar een simulator voor te gaan krijgen? Dat wisten we niet. En het was ook niet zozeer een gelegenheidsteam. Ik denk vanuit het gelegenheidsteam, vanuit het programma, het project dat we deden, kwam uiteindelijk de eis van wij willen eigenlijk los van elkaar zo autonoom mogelijk werken. Dus we hebben cross-team collaboration. Ieder team heeft zijn eigen velocity, zijn eigen software delivery cycle. En dat is in het begin zo, is dat nog allemaal niet aligned op afgestemd. De ene team gaat veel harder als de andere, heeft misschien ook nog andere prioriteiten, werk wat ze af moeten maken. Dus je moet ze verzorgen. Ik zie het altijd als een soort van paardenrace. Je begint allemaal op de startlijn en die gaan lopen. Maar de ene paard gaat nog eenmaal harder als de andere. Dus hoe align je dat? Hoe zorg je ervoor dat ze blijven communiceren, bij elkaar blijven komen? Een ander belangrijk ingrediënt eigenlijk van zo'n gelegenheidsteam was, zorg ervoor dat je kan ontkoppelen. Koppelen. Je komt bij elkaar en je moet ook los van elkaar, dus autonoom kunnen werken. Nou, daar hadden we de service-utilisatie voor nodig. Hoe ontkoppel je nou de teams zodat ze, als ze een artefact hebben geleverd, een software-artefact, zodat ze hem zelf kunnen toetsen? Maar ook externe partijen die iets opleveren die niet in het gelegenheidsteam vertegenwoordigd waren, want ja, daar hadden we ook nog mee te maken. Bedrijven uit het buitenland die nog niet eenmaal bij die klant aanwezig waren, maar waar je wel mee te dealen hebt. Die moet je ook zien te betrekken. Nou, dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat je zegt van, hey, ik heb iets nieuws binnen een bedrijf nodig, namelijk het kunnen ontkoppelen van jouw keten in losse componenten, want dat is dus eigenlijk wat we aan het doen waren. We gingen samen zitten in zo'n gelegenheidsteam. Je nodigt een business analyst uit. Die legt uit van, hey, dit is mijn keten en ieder persoon binnen die keten die je hebt gevonden, die gaat dan inzoomen op zijn stukje keten. En het mooie is daarvan, en dat is ook een belangrijk ingrediënt van zo'n gelegenheidsteam, dat je elkaar kan vertellen en steeds
mee kan nemen in die journey van hoe ziet jouw keten er nou eruit en welke ontwikkelingen zijn daar. Want een plaat is mooi als je dat vertelt, maar het ontwikkelt zich. Er komen changes op zijn keten. Er zijn bevindingen. En dus iedereen heeft voor zijn gedeelte van de keten, visualiseer het maar eens, de keten, persoontjes plotje op die keten en die zijn verantwoordelijk ook inhoudelijk om te kunnen uitleggen wat die keten betekent. Nou, en dan zeggen we, nou, als ik hier nou zo'n ontkoppelpunt wil maken, ik snijd het daar gewoon eens los. Wat betekent dat nou? Wie heeft daar last van? Hoe gaan we daarmee om? Nou, en toen kwam eigenlijk service-utilisatie natuurlijk ook in beeld. Van ja, hoe visualiseer je, hoe simuleer je nou eigenlijk een backend wat er nog niet is? Een API die nog niet is, een omgeving die er niet is. Het kan allemaal. Maar je begint bij een nulpunt. Hoe ga je daarmee om? En ook dat binnen zo'n gelegenheidsteam. Zeg je van, hebben we hier behoefte aan? Willen we ontkoppelen? Antwoord was volmondig, ja. Hoe gaan we daarmee om? Ja, stubs duidelijk. Met iedereen die eens een keer een opleiding heeft of een cursus heeft gaan testen. Mock stubs, ja, het is een bekend begrip. Maar hoe ga je dat nou inregelen? Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een Azure Stack. Nieuwe architectuur. Ja. Zeg het maar. Nou, maar met elkaar zijn we tot inzicht gekomen. Ja, dit is wat we willen. Ja, en dan ga je terug naar management financiering. Geld nodig. Dit is iets wat wij als organisatie nodig hebben, want het is een fundament. Dit is waar we ons huis op moeten bouwen als we het hebben over quality assurance. Doe mij een platform wat ons helpt om zo autonoom mogelijk te kunnen opereren. Dat is ook wat we willen bewerkstelligen met DevOps en de digitale transformatie die waar we mee bezig zijn. Dus ja, als je dan terugkijkt van kennis en kunde, gelegenheidsteam belangrijk. Inventariseer van hey, hoe kan je nou ontkoppelen en zorg voor dat je het kan uitleggen aan elkaar, dus echt die diepgang aanbrengen, je moet echt focus aanbrengen. Dus ik denk dat belangrijke elementen zijn binnen zo iedereen bij elkaar houden. En dat zit ook met name dan in een goed stuk training en eigenlijk gewoon kennis vergaren, kennis tot je nemen. Zeker. Dat je gewoon goed bekwaam bent in de oplossing. Zeker, en daar hebben partijen zoals jullie Parasoft echt een heel belangrijk aandeel in. Zorg ervoor dat de mensen gereed zijn en up to speed zijn met de latest and greatest capabilities van zo'n platform. Ze moeten het kunnen gebruiken. En dan is het aan de organisatie zelf om daar tijd voor vrij te maken. Het is heel erg belangrijk om daarin te investeren, absoluut. Hey, als we nog, nogmaals, die tijd die blijft lekker doortikken. Als we dan... Ik zit denken, de vragen zijn mooi, maar er zit een ander ding in mijn hoofd waar ik denk van, nou, dat is ook wel interessant om te delen. Hè? Want we hebben deze sessie, we waren even aan het voorbespreken. Ja. En misschien zijn we niet helemaal tot de inhoud en de vraag gekomen wat we graag hadden gewild. Maar je benoemde iets over een soort van overzicht met punten waarin, wat voor jou ook een leidraad is in het hele traject wat je nu gedaan hebt. Ja, we kunnen het eens delen straks. Hè. Ik denk dat we een link kunnen delen. Het is van de IT Revolution. 24 Capabilities to Drive Improvement in Software Delivery. Het is eigenlijk een hele handige lijst. Die ik er af en toe gewoon eens bij pak. En ik denk wat dat betreft ook een takeaway voor iedereen. En het zijn eigenlijk in de post die we zullen delen met jullie. Op vier niveaus beschrijven ze eigenlijk de key capabilities. En die niveaus zijn eigenlijk continuous delivery, architecture, product and process, lean management en monitoring en culture. Kijk er eens naar. Ik heb heel veel, laat ik zo zeggen, het is een heel mooie rode draad, een leidraad als je dit soort trajecten doet. Het geeft gewoon richting. Absoluut. En het is veel meer dan alleen maar wat een testmanager doet. Maar het is eigenlijk bij een digitale transformatie kom je dit tegen. Want hoe zit nou je software delivery proces in elkaar? En wat ontbreekt er nou aan om snel te kunnen leveren? Want je wil snel kunnen leveren. Je hebt digitale transformatie enerzijds, programma anderzijds. Maar je wil die velocity erin krijgen. Die speed wil je ook creëren. Nou, en ik denk dat het een hele mooie lijst is van... de IT Revolution, kijk er gewoon eens naar. Dan komen we er misschien volgende week eens terug. Dus, ik heb hem al gedeeld in de chat, hier top. Rechts in mijn scherm. Dus als het goed is, kan men het nu gewoon al zien. Ja. Afrondend richting de volgende week. Ja.
Ik denk dat we nog een korte recap moeten doen van wat we eigenlijk al besproken hebben en daarmee ook een beetje antwoord proberen te geven op de vragen die we al gesteld hadden. Ja. Maar dat we, we moeten maar even kijken hoe ambitieus dat het is, of dat we dan ook een stukje technology erbij kunnen pakken. Ja. Welke technologie heb je ondersteund om succesvol te zijn? Ja, lijkt me goed. En laten we dan ook eens even een plaatje gaan delen van hoe dat dan eruit ziet. Zo. Ja, klinkt goed. Dat mensen in ieder geval, want anders blijft het natuurlijk een beetje abstract van we hebben een tool gebruikt, maar hoe zet je dat in? We eigenlijk een soort van use case gaan met jullie door gaan nemen. Lijkt me leuk om te doen. Hoe ziet dat dan eruit? Dan nemen we gewoon even een voorbeeld, hoe dat eruit kan zien. En dan hebben we daar nog wel, interessant gesprek over. En hoop ook dat mensen daarop reageren uiteindelijk. Hoe zij dat zouden doen. Want let wel, hè, dit zijn gewoon mijn ervaring, praktische ervaring. Wat je maar daar leren we van. Land. Daarvoor is het bedoeld, dat we onze kennis en ervaringen delen. Hartstikke leuk. Goed, oké. Laten we het doen. Dank, Les, voor vandaag. Ja, tot volgende week. Fijne dag. Tot volgende week weer. Hai, doeg.